Een tankstation op het Steenland in Bunschoten zorgt voor bezorgde inwoners. Ze vinden dat het tankstation te veel wiebelt. De hele voorkant van het tankstation gaat namelijk heen en weer. Een gedeelte is al vastgezet met betonblokken. De eigenaar heeft aan het AD laten weten dat er weinig gevaar is. TV Bunschoten, krachtig, onafhankelijk en lokaal op social media en rtvbunschoten.nl.